Veel. Alles. De dingen die men ziet zijn tijdelijk, maar de dingen die men niet ziet zijn eeuwig. Zo zegt ons het woord Gods in 2 Korinthe 4 vers 18. Met deze woorden wordt voorgesteld de voortreffelijkheid van het geestelijk goed boven het aardse. En een ernstige vermaning bevat het voor de mens die aanziet wat voor ogen is. Maar ook lezen wij daarin een bemoediging voor hen die geleerd hebben het geestelijk goed te achten boven het aardse. Van nature kleeft de mens aan het stof. Zijn begeerte gaat uit naar hetgeen gezien wordt. En in het tijdelijke, het vergankelijke verlangt hij te rusten. Schoon beschrijft Bunyan dit in zijn Christinnenreis. Daar werd Christina in het huis van uitlegger een man getoond die steeds naar beneden zag. Geen oog had hij geen oog had hij van zijn werk af. Ijverig werkte hij om schrootjes en stokjes en vuilnis bijeen te verzamelen. Zo ingespannen was hij daarmee bezig, dat hij niet opmerkte hoe hem dicht boven zijn hoofd een kroon werd voorgehouden. Hij zag niet de heerlijkheid hem aangeboden. Is daarin niet juist getekend hetgeen het vergankelijk goed voor de natuurlijke mens is? Het mogen een tijdelijk genot, een genoegen geven. Eenmaal zal het blijken te zijn hooi, stro en stoppelen die in het gericht Gods niet kunnen bestaan. Dit wordt niet geloofd, niet gezien. Daarom kan er rust en tevredenheid zijn met dat vergankelijk bezit. Het kan ook niet anders. Die alleen voor de tijd leeft, kan niet achter de tijd in de eeuwigheid zien. Zo blind heeft de zonde de mens gemaakt. Zo ellendig is hij geworden die goden gelijk wilde zijn. Maar de grote liefde Gods heeft een weg ontsloten om in de eeuwigheid te leren zien. Christus is gezonden om de blinde te geven het gezicht. Om dit te schenken, werkt hij met zijn woord en zijn geest. Die zijn de onmisbare middelen om het geestelijk goed te aanschouwen, wijl zonder die geen blind geborene de ogen geopend kunnen worden. De Heere komt dan in zijn woord met ernstige waarschuwingen om te leren onderscheiden tussen het aardse en het geestelijk goed. Telkens stelt hij voor hoe hetgeen gezien wordt tijdelijk is, maar hetgeen niet gezien wordt eeuwig. De grote waardij der geestelijke goederen legt de Heere klaar in zijn woord voor ogen der mensen. Hoe rijk ook iemand op aarde mogen worden, hij is toch arm in vergelijking met Gods volk. Immers mogen de eerste veel hebben, de andere heeft alles. Daarbij wensen wij uw aandacht te bepalen. Slaan wij dan het woord Gods op in Genesis 33 vers 9 tot 11a. Maar Esau zeide: ik heb veel, mijn broeder, het zij het uwe wat gij hebt. Toen zeide Jacob: och nee, indien ik nu genade in uw ogen gevonden heb, zo neem mijn geschenk van mijn hand, daarom dat ik uw aangezicht gezien heb, als had ik Gods aangezicht gezien, en gij welgevallen aan mij genomen hebt. Neem toch mijn zegen die u toegebracht is, terwijl God het mij genadig verleend heeft, terwijl ik alles heb. In onze tekstwoorden is sprake van de ontmoeting van Jacob en Esau, toen Jacob op de terugweg was naar het land Kanaan.
20 jaren zijn verlopen sinds zij elkander het laatst gezien hebben. Het is u niet onbekend waarom zij zo lange tijd van elkander zijn gescheiden geweest. De verwijdering had haar oorzaak in de zonde van Jacob, die zijn broeder de zegen bedriegelijk ontroofde. De zonde heeft steeds bittere vruchten, maar voor het volk des Heeren bijzonder. Aan hen maakt de Heere bekend dat hij een rechtvaardig God is. En Jacob heeft het ondervonden, ook in die 20 jaren die hij bij Laban vertoefd heeft, dat de Heere recht is in al zijn weg en werk. Ook aan Jacob is dat niet onbekend gebleven. Wat heeft hij veel moeten doormaken om te leren hoe de zonde een gruwel is in de ogen des Heeren. De genadige God heeft hem daarin onderwezen. Geen mensenkind toch is daartoe uit en van zichzelf bekwaam. Daarom kan het volk, dat door de geest geleid wordt, zingen: de Heer is recht in al zijn weg en werk. Zijn goedheid kent in het gans heelal geen perk. Hij is nabij de ziel die tot hem zucht. Hij troost het hart dat schreiend tot hem vlucht. En nu treffen wij de beide broeders in vrede tezamen. Wat is de Heere toch machtig. 20 jaren geleden sprak Esau: de dagen van de rouw mijn vaders naderen en ik zal mijn broeder Jacob doden. Let thans op het broederlijk samenspreken. Welk een verandering! Het is de Almachtige die hier zijn kracht openbaart. Hij beschermt en bewaart de zijnen, die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten. Die zal vernachten in de schaduw des Almachtigen. Psalm 91, vers 1. Rondom Jeruzalem zijn bergen, alzo de Heere rondom zijn volk van nu aan tot in eeuwigheid. Psalm 125, vers 2. De Heere gedenkt zijn schapen, die te midden van de wolven zich bevinden. Ook in de leeuwenkuil is hij de machtige die de muil der leeuwen kan toesluiten, dat zij de zijnen niet beschadigen. Het is des Heeren daad alleen dat Esau zijn broeder zo hartelijk begroet, niet de geschenken van Jacob die hij aan zijn broeder zond, hebben de verandering des harten bij Esau teweeg gebracht. De Heilige Schrift leert ons duidelijk hoe Jacob bij de Heere heeft geworsteld. Ruk mij toch uit mijn broeders hand, uit Esau's hand, want ik vreze hem dat hij niet misschien komen en mij sla, de moeder met de zonen. Gij hebt immers gezegd: ik zal gewisselijk bij u wel doen en ik zal uw zaad stellen als het zand der zee, dat vanwege de menigte niet geteld kan worden. Uit deze smekingen van Jacob wordt ons klaar langs welke weg Jacob gevoerd is tot de plaats waar hij zijn broeder ontmoette. De Heere schonk hem beloften. Maar ook bij Jacob werden de beloften vervuld door een weg van donkerheid. Wel was hij op bevel des Heeren opgetrokken, doch overal op die weg had hij de Heere nodig. Als de discipelen op bevel van Jezus in zee steken, kunnen zij toch in het woeden van de storm de hulp des Heeren niet missen. De weg des Heerens volk is zo anders dan die der wereld. Esau trekt met 400 man Jacob tegemoet. Bij hem is kracht en gezag. Hij spreekt van: ik wil en ik zal. Het kind Gods leert met de Heere rekening te houden. O, met hun eigen hart zou het ook de weg gaan van het eigen ik. Zonder de overste leidsman en volleinder van het geloof kunnen zij niet. Zij worden bewaard door de kracht Gods.
Zalige ervaringen heeft Jacob op zijn weg doorgemaakt. Wij hebben slechts Pniel te noemen. En gij verstaat alreeds welke geloofsversterking aan deze knecht des Heeren werd geschonken. Daar werd de kracht Gods in zijn zwakheid volbracht. Alleen bleef hij over om eenzaam met God gemeenzaam te zijn. Daar worstelde hij met zijn God en ontving de naam van Israël. Daar werd hem de heup ontwrongen, opdat hij afhankelijk zou zijn van de sterkte van Israëls God, die zijn volk krachten geeft. Zo is dan de weg van Jacob met vele merkwaardigheden geweest, maar ook met vele bemoeienissen des Heeren. Aldus gaat hij zijn broeder tegemoet. Ook hier wordt het woord Gods waarheid bevonden, dat wij lezen in het boek der Spreuken. Rijken en armen ontmoeten elkander. De Heer heeft ze allen gemaakt. De arme Esau en de rijke Jacob zijn bijeengekomen. En hun spraak maakt openbaar de armoede en de rijkdom. Ons tekstwoord geeft ons in de eerste plaats te vernemen van Esau. Wat Esau zegt: ik heb veel, mijn broeder. Het zij het uwe wat gij hebt. Opmerkelijke woorden. Want dit woord gesproken door een man wiens verwachting van de wereld is. En hoe zeldzaam is zulkens zeggen bij hen die de Heere niet kennen. Veeleer kunnen hun klachten beluisteren. Klaagtonen worden maar al te vaak gehoord. Het weinig heb ik wordt meer in de mond genomen dan ik heb veel. Wie altijd ziet op hetgeen hem ontbreekt, zal steeds te klagen hebben. Het oog wordt niet verzadigd met zien en het oor niet vervuld van horen. Maar waar de begeerte drijft, zal niet spoedig tevredenheid komen, omdat er geen gezicht is op de zonde tegen God. Kan de natuurlijke mens niet komen tot de vraag: wat heb ik verdiend? Och, mocht in onze dagen zo vol van jacht naar aardsgenot, vergankelijke roem en stoffelijk gewin, een onderzoek komen voor het aangezicht van de rechtvaardige God? Wat zal het de mens baten? Al wint hij de hele wereld en leidt schade aan zijn ziel. Dat zal alleen een gelukkig bestaan geven, als er geleerd is te klagen over de zonde. Wat klaagt een levend mens, en ieder klagen vanwege zijn zonden? Dan toch alleen kan de Heere in gunst nederzien, als beleden wordt: wij hebben gezondigd en gedaan wat kwaad was in uw ogen. Dan toch alleen wordt het heil des Heeren voor tijd en eeuwigheid ervaren. Dat is het deel dergenen die met de Psalm 142 vers 3 kunnen zeggen: ik stortte mijn klacht uit voor zijn aangezicht. Ik gaf te kennen voor zijn aangezicht mijn benauwdheid. Is er geen verwachting voor hen die niet genoeg kunnen bekomen van de wereld? En evenmin zijn zij te prijzen die met de wereld tevreden zijn. Esau en allen die met hen zeggen: ik heb veel, kunnen wij toch niet ten voorbeeld stellen. Het zijn wel uitnemende mensen, wel aangenaam in de omgang, beleefd en vriendelijk, maar de Heere spreekt over hen een veroordelend vonnis uit. Des Heeren woord alleen is het rechte richtsnoer en niet ons gevoelen. God is richter. Hij vernedert dezen en verhoogt genen. Het is wel een harde zaak voor zulke goede mensen, ook zij
als ook zij buitengesloten worden, buiten het koninkrijk Gods? Hoe ontstak de toorn der Fariseeën tegen de zonen Gods, als hij hen vergeleek bij gepleisterde graven? Onaannemelijk was het voor hen, dat ook de deugden een verwerpelijk kleed voor de Heere zijn. Tevreden zijn met de wereld is een vrede zonder God. Er is geen ontdekking aan het godsgemis, geen gevoel van de ellende als de Heere niet geworden is. De God des levens. Ook al zijn er gebeden, ook al zal er gebeden worden, blijft er het een veel bezitten met een groot gemis. Als de Heere nog moet getuigen, dit volk eert mij met de lippen, maar hun hart is verre van mij. Wie zal dan iets zeggen? Zij hebben wel veel, echter ontbreekt eraan de verzoening met God door Christus. Zo stond nu de zaak ook met Esau. Hij had veel, zo spreekt hij uit. Doch wij lezen nergens in de schrift dat God zijn God is geworden. O, wat kan de mens zichzelf toch bedriegen? Te menen dat het goed met hem gaat en toch op de brede weg voortwandelen. Hoe arglistig is het hart, meer dan enig ding. Ja, dodelijk is het. Wie zal het kennen? Laat toch niemand zichzelf misleiden en zoeken vroomheid in een tevreden zijn met zijn lot. Als hij geen kennis heeft ontvangen aan zijn verdorven natuur, weet wel dat de Heer in zijn woord betuigt: wat uit vlees geboren is, is vlees. En die in het vlees zijn, kunnen goden niet behagen. Thans gaan wij bezien het antwoord van Jacob op de woorden van Esau. Jacob spreekt zijn blijdschap uit over de zo hartelijke begroeting van Esau. Daarin ziet hij de hand Gods die zo gunstig wending gaf aan de tocht van Esau en het hart neigde om aan broederlijke genegenheid uiting te geven. Volgaarne wil Jacob van zijn zijde zijn vreugde tonen en geven een geschenk aan Esau. En dan zegt Jacob tot zijn broeder: merkwaardige woorden, nee toch, zo lezen wij. Neem toch mijn zegen, die u toegebracht is, terwijl God het mij genadiglijk verleend heeft, terwijl ik alles heb. Hoe staat hier Jacob op de rechte plaats? Nu geen roemen in eigen werk, maar een getuige van Gods genade. Jacob is tevreden met zijn deel, zoals Esau met het zijne. Beide getuigen zij van hun gelukkige leven, maar Jacobs woorden zijn geheel verschillend van die van Esau. Dat had ook anders kunnen zijn. Wij weten uit het leven van Jacob, maar al te wel, hoe hij ook tijden heeft gekend waarin hij uitkwam als een mens van gelijke beweging als de anderen. Doch nu mag hij in zeer kracht roemen in de Heere. Hij spreekt nu van zegen en van genade. O, zie wat de Heere van Jacob gemaakt heeft. Van die Jacob die eenmaal het eerstgeboorterecht van zijn broeder wilde bekomen van een schotel linzenmoes. Van die Jacob die zijn broeder de zegen zo listig zocht te ontnemen. Daarin wilde hij de Heere het werk uit handen nemen. Had niet de Heere gezegd dat Rebecca eerder kinderen geboren waren, de meerdere zal de mindere dienen? Doch de Heere is een jaloers God die zijn eer niet aan anderen zal geven. Hij staat in voor zijn eigen werk. Daarom brak hij Jacobs werk geheel af om voor zijn plaats te maken, opdat het voornemen Gods, dat na de verkiezing is, vastbleven.
niet uit werken, maar uit de roepende. De oefenschool heeft Jacob doorlopen en Jacob heeft geleerd dat de Heere woont in de hoogte en in het heilige en bij die die eens verbrijzelde en nederigen van geest is, opdat hij levend maken de geest der nederigen en opdat hij levend maken het hart der verbrijzelden. Nu werd voor Jacob de vrucht uit Christus gevonden en uit hem geen vrucht in der eeuwigheid. Nu staat hij in de kracht Gods die in zijn zwakheid volbracht werd. Wel hem die het opperwezen dus kindelijk mag vrezen, op hem vertrouwen stelt en in gevaar geen kracht van ijdele trotsaards wacht, van leugen of geweld. Jacob verwacht het niet meer tegenover Esau van list en bedrog. Zijn verwachting is van de Heere. Hij is verootmoedigd en vernederd onder de krachtige hand Gods. De Heere heeft hem een nieuwe naam geschonken. Zijn schuld is uitgedeeld. Dat heeft de Heere aan die zondaar willen doen. O onbegrijpelijke genade, zie toch wat Jacob al heeft kwaad gedaan en zijn weg verzondigd. Zie toch hoe de Heere in opzoekende liefde zich over hem ontfermt. Zo zal al het volk des Heere moeten getuigen. De Heere heeft mij gezocht, maar ik heb hem niet gezocht. Die zullen zij roemen in zeere genade. Barmhartig is de Heer en zeer genadig, schoon zwaar getergd, langmoedig en weldadig. De Heer is groot van goedertierenheid en ook. Hij wandelt nooit met ons naar onze zonden. Hoe zwaar, hoe lang wij ook zijn wetten schonden, hij straft ons, maar naar onze zonden niet. O, indien er is een bestredene, een aangevochten ziel, die dit leest of hoort lezen, sta eens stil bij deze grote ontferming des Heeren. Overdenk eens de genade van God, die zondaren roept ter bekering. Zijn uw zonden, uw zonden, voor God geworden? Bid om de genade van de Heer Jezus Christus. Hij is de ware medicijnmeester voor de kranken. Of wilt gij het werk van de Heer uit handen nemen en de zegen der belofte zelf u toebrengen? Werkt gij daartoe nog en beproeft u zelf beter te maken? Ervaart gij niet in de wegen die de Heer met u houdt dat uw werk u uit de handen geslagen wordt? De Heere zal door de werken niet gevonden worden. De genade zal eerst dan verheerlijkt worden als de genade het alleen gedaan heeft. De Heere zal al de zijnen in die school brengen waarin zij leren. Die roemt, roemen in de Heere. Hun eigen werk doen zij onder hun eigen naam, maar het werk des Heeren verrichten zij onder nieuwe naam. Als Jacob Jacob is, kunnen zij niet veel goeds verwachten. Als Jacob Israël, is Jacob echter Israël, hoor dan wat hij spreekt. Hij spreekt van zegen en van genade, zo legden wij reeds voor uw aandacht. Rijk is Jacob, niet alleen in het aardse, maar ook in het geestelijke goederen. Zijn aardse bezittingen waren niet weinige, sinds hij met zijn staf over de Jordaan is gegaan, heeft de Heer hem zo gezegend, dat hij nu zeggen kan, ik ben tot twee heren geworden. Denk echter niet dat Jacob om zijn wereldse goederen alleen de Heere de eer toebracht.
Zal des Heeren volk dan de Heere verheerlijken alleen als zij het goed hebben wat het uitwendige betreft? Heeft niet Lazarus aan de poort van de rijke de Heere beleden? Is niet de arme Lazarus rijker geweest dan de rijke man? Ach, de wereld kan dit niet verstaan. Zij zien op hetgeen voor ogen is en roemen rijk die veel kan laten zien. Ware dit het rechte, dan zou het kind Gods er ellendig aan toe zijn. Want hun grootste en duurzaamste bezit kunnen zij niet tentoonstellen. Hoe onverderfelijk en onbevlekkelijk en onverwerkelijke erfenis wordt in de hemelen bewaard. Ook van dit bezit kon Jacob getuigen. Ook betreffende deze goederen kon hij tot Esau spreken van zegen en van genade. Wij lezen niet dat Esau begrepen heeft wat Jacob bedoelde. Het zal hem hierin wel gegaan zijn, zoals het meestal het geval is. Een rijke kan zich niet indenken het leven van een arme en een gezonde kan zich niet voorstellen wat het is krank te zijn. Des Heeren woord zegt ons hoe het voor de wijzen en voor de verstandigen verborgen is, maar de kinderen geopenbaard. Esau was een vreemdeling gebleven van de wegen des Heeren, ofschoon hij daarin veel zal gehoord hebben van zijn vader en zijn moeder. De liefde zijner ouders was hem veel van de Heere hebben verhaald, maar zonder de Heere komt er geen verandering in het hart. O ouders, bedenk het, hoe onmachtig gij zijt, als gij in de weg der plichten uw kinderen opwijst en opvoedt, in de lering en vermaning des Heeren. Brengt uw kinderen tot Jezus, opdat hij hun zijn handen opleggen en bidden. En zie ook op Jacob, hoe werkte hij met zijn arglistig hart, en hoe heeft de Heere hem terechtgesteld. De Heere geven u uw geloofskracht om te volharden in het gebed en uw kroost op te dragen aan de troon der genade. En gij kinderen, gedenkt aan Esau, de opvoeding, hem gegeven, heeft hem niet zalig gemaakt. Zijn godvrezende ouders hebben hem geen erfdeel in de hemel kunnen nalaten. Bekend gemaakt met de weg des heils, heeft Esau die weg nooit willen betreden. De wereld trok hem aan, het vrije leven naar zijn begeerte gaf hem vreugde. En nu heeft hij wel veel, maar wat is hij arm als wij hem vergelijken met Jacob. Jacob heeft de Heere leren kennen als een rechtvaardig God, die de barmhartigheid deed roemen tegen het oordeel. Esau heeft daar geen oog en geen oor voor. De woorden die hij hoorde van zijn broeder hebben hem niet tot inkeer gebracht. Hij komt niet vragen aan Jacob, van waar toch die verandering, dat gij toch zo anders spreekt dan voorheen? Welk een hart hij des harten, die zo een gehele verandering niet weet te onderscheiden. Keren wij weder tot Jacobs woorden, tot zijn broeder gesproken. Jacob roemt van zegen en van genade, en daarbij voegt hij, dewijl ik alles heb. Is dit niet een wonderlijk zeggen? Esau sprak zijn tevredenheid uit met deze woorden: ik heb veel. Jacob overtreft hem als hij zegt: ik heb alles. Is het te sterk gesproken? Kunt gij verstaan wat Jacob bedoelt? Of is uw oordeel dat Jacob te hoog staat? Laat ons dan onderzoeken wat Jacob met deze woorden wil uitdrukken. Daartoe is nodig te letten op de leiding des Heeren met Jacob. De Heere heeft hem arm gemaakt, opdat hij alleen
De Heere zal prijzen in zijn bezit. Jacob roemt niet meer over het eigen werk. Hoort hoe hij voor de Heere in verootmoediging beleidt. Ik ben geringer dan al deze weldadigheden. En dan al deze trouw die gij aan uw knecht gedaan hebt. De Heere heeft hem doen ervaren dat hij de hoogvaardigen wederstaat, maar de nederigen genade schenkt. De weg door de Heere met Jacob gehouden heeft hem klein in zichzelf, doch groot in de Heere gemaakt. Nu is Jacob streven geworden de gever boven de gaven te erkennen en te eren. In vorige tijden, toen hij met zijn vlees te raden ging, was het goed, deze wereld hem het voornaamste. Geen vragen werd bij hem gevonden. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Maar gelijk bij allen die de Heere zullen zien, heeft de Heilige Geest hem overtuigd van zonde, omdat hij Christus niet nodig had. Door de verlichting des Heiligen Geestes kon hij zondaar voor God worden en ervaren dat de drie-enige God zich geeft aan dat arme volk en maakt het zalig. De Heere werd zijn deel. O, het is de wijze van verstandigen verborgen, als de gekenden des Heeren zingen. Wie is aan onze God gelijk, die armen opricht uit het slijk, nooddruftigen van elk verstoten, goedgunstig opheft uit het stof, en hen verrijkt met eer en lof. Naast prinsen plaatst hij wie plaatst en wereldgroten. Jacob heeft dit ondervonden. De Heere verscheen hem in Pniel en zegende hem. In die kracht is het dat Jacob het uitspreekt. Ik heb alles. Nu hij God van zijn aangezicht tot aangezicht gezien heeft en zijn ziel is gered, nu kan hij wel met Asaf zingen. Ik heb Gods waarheid niet geloofd, maar was door mijn verwaande geest bij u een onvernuftigd beest. Psalm 73 zelf. En ook de jubeltaal die in die psalm volgt, zou Jacob in de mond passen. Nu zijn ziel zo vol is van de zeer ontfermende en opzoekende liefde. Nee, Jacob staat in dit ogenblik niet te hoog. Geen zelfverheffing doet hem zo spreken. Hij maakt God groot. Welke heerlijke tijden zijn dat voor zere volk. O, wat is hun verlangen sterk om steeds zo te mogen zich in God verblijden en elkander toe te roepen. Komt, maak